Hallo allemaal en welkom op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Fadi Awad en vandaag gaan wij praten over de artificiële intelligentie in het algemeen. We gaan eerst een PowerPoint creëren met de artificiële intelligentie. Vervolgens gaan we die PowerPoint opnemen met Microsoft PowerPoint. Voordat we gaan beginnen wil ik u aandacht vragen alsjeblieft om te abonneren op mijn YouTube-kanaal door te klikken op de belknop, dan blijf je op de hoogte van de meldingen die ik vaak upload. Eerst en vooral gaan we kijken van waar kunnen wij onze PowerPoint creëren. Dus ik heb voor jullie een heel goede site gekozen, die noemt Slides Go. Dat is van slidesgo.com/AI presentation. En wij gaan nu een nieuwe presentatie maken. Ik zal klikken op Get Started. En dan zal ik zeggen topics kiezen. Ik zal zeggen, zou ik schrijven over Leuven, stad Leuven. Ik zal zo in het... En dan kies ik Professional. En dan de style zal ik heel simpel zijn. Of Get Generate Presentation, klik ik daarop. En we gaan kijken, een paar seconden zal wel duren zeker, hopelijk, niet zo lang. En we gaan kijken hoe wij de presentatie kunnen maken over Leuven. Hij is aan het denken op dit moment, dus we gaan eventjes wachten tot als wij de PowerPoint krijgen. Oké, ik heb al mijn PowerPoint gekregen. Dat is allemaal goed. Topics. Zoals jullie hier zien, de topics is Leuven. Toon professional language. Ik zou kiezen voor het... Ik zie als het Nederlands beschikbaar is. Ik zal Dutch of zoiets. Deutsche is wel, dus... Duits is beschikbaar, Portugees, Engels, jammer genoeg niet. Dus maakt het niet uit eigenlijk. Op dit moment laat ik dat in het auto zijn, geen probleem. Dus hoeveel slides heeft voor mij gemaakt? Ongeveer 8 slides, perfect in orde. Ik zie alles, 8 pages. En dan ga ik nu hier klikken op download. En zal ik die downloaden als... Ik ga even kijken, PDF, JPEG, PNG is goed, geen probleem. Ik ga dat downloaden en we zien hier de site wipik.com heeft de PowerPoints voor mij gemaakt. Oké, Wipik staan hierop en ik ga subiet de gezipte file stand open doen. En dan zal ik zeggen, oké, die staat in mijn downloadprogramma, perfect in orde. Dus ik ga naar mijn download en dan zal ik dit programma uitpakken. Alles uitpakken, zal ik uitpakken. Dus ik heb hier van 0 tot en met 7, dus 8 in totaal, slideshows. Dus nu ga ik naar mijn Microsoft PowerPoint, allemaal in orde. Dus ik ga slides beginnen te creëren. Dus ik zeg hier invoegen. En dan zal ik afbeeldingen klikken van dit apparaat. En ik ga naar download gaan. En dan kies ik dit. Dat is al PowerPoint nummer 1. En dan... klik ik hierop, nieuwe dia, en dan steek ik nog een tweede PowerPoint die ik gemaakt heb. Tweede, nog eentje dia, en dan zal ik invoegen. En dan zal ik invoegen afbeelding dit apparaat, dus 01, en dan heb ik 2.
Ja, ik heb nu 8 PowerPoints, maar ik wil de video zo kort mogelijk maken voor jullie. Dus ik ga nog één PowerPoint of één slide nog toevoegen en dan ga ik stoppen om de video zo kort mogelijk te maken. Dus ik ga nog invoegen. Hier rechts klikken, nieuwe dia. En dan geef ik nu nog een laatste. Dus 0, 1, 2, nog een 3 dan. Dus afbeelding nummer 3, perfect. Ik ben op dit moment tevreden van de PowerPoints op dit moment. Normaal had ik nog 8, maar nu doe ik nu 4 om zo kort mogelijk. En ik ga nu hier aan de rechterkant boven klikken op opnemen. En dan gaan we kijken wat kunnen we nog doen. Ik ga terug naar dia nummer 1 en van hier ga ik beginnen op te nemen. Dus 1, 2, 3, opname starten. Ja, hallo dames en heren. En de slide nummer 1 zien wij de Skeverleuven. Dus ik lees hierboven wat daarop staat. En ik klik op slide nummer 2. Ik hoef hier niet te lezen. Ik lees hierboven informatie over Leuven en de omgeving. Natuurlijk kan je nog langer de tekst aanpassen, hè? En dia nummer 3, dan lezen we de geschiedenis van Leuven. En dia nummer 4, dan lezen we over cultuur van Leuven is bekend. En ik stop met de opname. Ik klik hierop. En dan heb ik alles in orde. Ik ga nu alles exporteren. En dan geef ik een naam, presentatie nummer 2. En dan video exporteren. En we gaan eventjes wachten tot als de video geëxporteerd is of de PowerPoint geëxporteerd is. En dan zien we wat wij kunnen doen. En we gaan luisteren zo meteen naar de presentatie die opgenomen is met Microsoft PowerPoint, die wij gemaakt hebben met de artificiële intelligentie. Dus, ik ga nu bekijken. Ik zeg ja. Ja, hallo dames en heren. En de slide nummer 1 zien wij de Skeverleuven. Dus ik lees hierboven wat daarop staat. En ik klik op slide nummer 2. Ik hoef hier niet te lezen. Ik lees hierboven informatie over Leuven en de omgeving. Natuurlijk kan je nog langer de tekst aanpassen, hè? En dia nummer 3, dan lezen we de geschiedenis van Leuven. Van Leuven is bekend. En ik stop met de opname. Oké, dat was het eigenlijk voor vandaag. Ik hoop dat jullie iets geleerd hebben van deze video. En als jij mijn techniek goed vond, alsjeblieft, aarzel niet om te klikken op de belknop om te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En ik zie jullie in de volgende keer. Dankjewel, tot ziens, dag!